Vanmiddag hier thuis een heuse klassieker, Bert van Hunestein, DVS 33 tegen Dovo. Ja, garant voor mooie duels in vele jaren en dus nu dus ook weer. Beide voetballende ploegen? Ja, absoluut. En veel snelheid in beide ploegen, veel kracht. Dus ben benieuwd. Je merkt ook dat heel veel jongens elkaar kennen natuurlijk, hè, van het zaterdag voetbalcircuit. Ja, en dat maakt de prestige natuurlijk enorm binnen zo'n duel. Ze hebben ook een privéoorlogje zometeen uit te vechten. Na de wedstrijd is dat natuurlijk weer over, maar het zal wel op het scherpst van de snede gaan, ja. Beviel de training afgelopen week? Nee, totaal niet. Nee, donderdag was niet wat ik terug wou zien van de groep. Deels een beetje misschien dat de wedstrijd van dinsdag nog als excuus in de benen zat. Maar ik vond dat er een ander scherp tot de ploeg zat dan voorheen. Maar goed, dat zegt helemaal niets naar vandaag toe. Ik bedoel, tactisch hebben we de dingen kunnen doen die we willen doen. Dus, en mogelijk hebben ze ook wat revanchegevoelens op zichzelf naar aanleiding van die training. Ja, ik vroeg dit niet voor niks in de duur, want ik zag het zelf ook. En ik zag aan je lichaam staan dat je niet helemaal daar lekker bij stond. Nee, en op een gegeven moment moet je dat gewoon accepteren. Want dan op een gegeven moment dan word je zelf hartstikke druk misschien. En dat is niet de bedoeling. Het zat er gewoon niet in. En in de eindvorm zag het er allemaal weer lekker losjes en goed uit. Dus dat heb je wel eens van die trainingen die gewoon niet loskomen. En dit was er zo een. Hoe gaan we Dovo aanpakken? Nou, gebruikelijk. We gaan vol druk zetten. En vandaar zal het moment komen dat ook zij in de wedstrijd mee gaan doen natuurlijk. En, maar aan de andere kant denk ik dat zij ons ook wel in het begin onder druk gaan zetten. Dus ja, er worden overal duels uitgevochten. Het zal rommelig zijn in het begin. Ja, dan is het zaak dat we het tegen Noordwijk hebben nagelaten, het vroeg scoren. Dat zal vandaag wel moeten gebeuren. Vind je het een voordeel of een nadeel dat Joshua Patrick niet meedoet? Een nadeel. Ja, leg eens uit. Nou, omdat iedere verdediger wil tegen Joshua Patrick het beste van zichzelf laten zien. Als je Joshua uitschakelt, heb je zelf een goede wedstrijd gespeeld. Dus dat is op dit niveau gewoon hartstikke normaal. Dat je wil meten met de beste. En Joshua is een van de beste spitsen van de derde divisie. Ja, maar je gaat er dan toch ook niet gemakzuchtiger tegenaan. Omdat je denkt van, ja, de gevaarlijke spits Joshua Patrick doet toch niet mee met de tegenstander. Dus kat in het bakkie. Nee, daarom. En daarom heb ik hem liever wel erbij. Dan weet je in ieder geval dat ze in ieder geval 100% gefocust zijn. En nu moet je even afwachten wie daar wel of niet gaat spelen. Iedereen fit, hè, Bert? Bijna iedereen. Basiel is er nog niet bij. En Ishikawa ook nog niet, hè? Ja, die doet het fantastisch bij... hoe heet dat? Die zit nu bij de in Utrecht ergens. Hoe heet die club? Breukelen. Ja, Breukelen. Dus ja, het is fantastisch nieuws dat die jongen terug is op het voetbalveld sowieso. En dat hij weer zijn dingetje doet. En ik hoop dat we hem hier ooit nog eens terug gaan zien. Ja, maar weet je ook dat hij het daar leuk doet momenteel? Ja, maar Kengo is gewoon, doet het overal leuk. En het is een prachtig ventje en ik hoop gewoon dat hij blessurevrij blijft. De 3 punten van vanmiddag dragen we op aan Kengo Ishikawa, Bert. Nou, dat weet ik niet, maar laten we in ieder geval zorgen dat we 3 punten pakken. En dan laten we hopen dat we achteraf dan een mooi feestje hebben. Heel veel succes, Bert. Ja. Dankjewel.